Misschien is het je opgevallen, misschien ook niet. Maar vanaf nu wordt de kwaliteit van de video's een stuk beter. Omdat we niet meer filmen met de iPhone, maar met een nieuwe camera. En dat is de Sony A6300. Dus de kwaliteit, gewoon de scherpte en al dat soort dingen, zal een stuk beter worden. En daarnaast zijn de video's ook in 4K beschikbaar. Dus de kwaliteit van de video's gaat omhoog. En daarmee hoop ik dat jullie het nog leuker vinden om naar deze video's te kijken. Ook al is het vandaag niet echt te zien, komt de zomer er toch aan. En dat betekent dat het tijd is om vet te verliezen om er van de zomer zo goed mogelijk uit te zien. Maar als je vet gaat verliezen, wil je natuurlijk niet je spieren verliezen. Dus vandaag deel ik de 6 beste tips om je spiermassa te behouden tijdens het droogtrainen. Dus we beginnen gewoon bij het begin. En dat is eigenlijk wanneer begin je met droogtrainen. Het is belangrijk dat je voordat je begint met droogtrainen een goede hoeveelheid spiermassa aan hebt gemaakt. Dus als je net bent begonnen met trainen, is het niet handig om droog te gaan trainen. Want het is een verschil of dat jij droog bent, droog en afgetraind, of dat jij skinny bent. En als jij net begint met trainen, dan heb je nog niet genoeg spiermassa om dat er goed uit te laten zien als je droog bent. Dus als je droog gaat trainen, gaat het als volgt. Je zit in een calorietekort, dus je hebt al iets minder energie en zo. En vervolgens zie je er skinny uit. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus ga eerst, misschien zelfs wel jarenlang bulken om veel spiermassa op te bouwen. En ga dan pas droog trainen. Want droog trainen zonder spiermassa heeft gewoon geen nut. Tip nummer 2 is dat je op tijd moet beginnen met droog trainen. Droog trainen is vet verliezen en dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Als je dit te snel gaat forceren, ga je in een heel groot tekort zitten en daarmee ga je automatisch spiermassa verliezen. En als we droog gaan trainen, willen we zoveel mogelijk spiermassa behouden, omdat het gewoon zonde is om al je gains weg te gooien, waar je al die moeite voor hebt gedaan, terwijl je vet aan het verliezen bent. Dus begin op tijd met droog trainen en zorg ervoor dat het gewoon een geleidelijk proces is en niet in één keer een tekort van 1000 calorieën, want dan ga je gewoon spiermassa verliezen. Dus ga uit van voor de gemiddelde persoon 8 tot 12 weken en als je iets droger van jezelf al bent, kan het wat korter zijn. Als je van jezelf iets meer vet hebt, dan kan het wat langer zijn. Tip nummer 3 is dat jij de zware compounds in je trainingsschema erin moet houden. De bankdrukken voor je borst bijvoorbeeld, het dippen, squatten, optrekken, al de zware compounds waarbij je dus meerdere spiergroepen gebruikt, die wil je erin houden en die wil je zo zwaar mogelijk blijven trainen. Want hoe zwaarder jij blijft trainen, hoe meer kracht jij blijft vasthouden en hoe meer kracht jij blijft behouden, dat het resultaat eigenlijk automatisch in hoe meer spiermassa jij blijft behouden. Want als jij je kracht gewoon gaat vergeten en je gaat alleen maar op hypertrophy focussen, wat gebeurt er dan? Je gaat kracht verliezen en als je kracht verliest, ga je automatisch ook spiermassa verliezen. En dit wil je natuurlijk voorkomen. Dus zorg voor die zware compounds in je trainingsschema en pak deze regelmatig gewoon in de lage rep ranges zoals je gewend bent om spierverlies te voorkomen. Tip nummer 4 is begin met een klein calorietekort. Want wat gebeurt er als je begint met een groot calorietekort? Je hebt weinig energie, je lichaam krijgt een grote shock, je gaat veel afvallen, waar je zou denken dat is goed. Maar hier zit ook spiermassa bij, omdat je in een te groot calorietekort bent gestart. Dus begin met een klein calorietekort van, ik zou zeggen, 300 tot 500 calorieën. En bouw deze elke week 100 calorieën af, zodat je lichaam steeds eraan kan winnen en je zo min mogelijk kracht verliest. Tip nummer 5 is gebruik cardio als een tool om in een calorietekort te komen. Als je gaat droog trainen is alleen cardio niet voldoende. Want door alleen cardio, je verbrandt nooit zoveel dat je opeens in een calorietekort zit. Dus je gaat gewoon minder eten, maar je gebruikt cardio als een tool om in een calorietekort te komen. Want een calorietekort is dat jij minder calorieën eet dan dat jij verbrandt. Voor iedereen is het anders. En dat kan je dus bereiken door minder te eten en door meer te bewegen. En de combinatie hiervan is eigenlijk perfect. Dus je gaat minder eten. En op een gegeven moment kan je als tool cardio inzetten om meer te verbranden, waardoor jij dus weer in een grote deficit komt. En zo kan je dus heel makkelijk vet verliezen zonder minder te hoeven eten, maar gewoon iets meer te verbranden. Maar nogmaals, alleen cardio gaat jou niet helpen om die sixpack te krijgen. De laatste tip van vandaag is eentje die bijna iedereen fout doet. En dat is, ga niet te vaak tot falen. Als jij in een calorietekort zit, heb jij gewoon te weinig energie en heb je te weinig calorieën om optimaal te functioneren. Als jij niet optimaal kan functioneren, in ieder geval jouw lichaam niet optimaal kan functioneren, kan jij niet optimaal herstellen van jouw trainingen. Dit betekent dus dat de spieren die je eigenlijk afbrokkelt in training niet compleet kan herstellen. En wat voorkomt dit nou eigenlijk?
je kan het niet helemaal voorkomen, maar je kan het wel beperken. Want normaal gesproken gaan de meeste mensen heel vaak tot falen. Misschien zelfs elke set of elke oefening. Nou ja, dit wil je natuurlijk niet doen als je aan het droog trainen bent. Je herstelt al niet optimaal, dus je wil eigenlijk tot falen gaan zoveel mogelijk voorkomen. Tuurlijk ga je tot falen op kleine oefeningen, zoals een bicep curl of een fly beweging. Maar je wil niet bij je zware compounds en bij het grote gedeelte van je training tot falen gaan. Dat waren de 6 tips die ik met jullie wilde delen. Als je deze tips toepast, dan beperk je het spierverlies dat jij oploopt tijdens het droogtrainen. En zie jij er van de zomer dus een stuk beter uit dan zonder het toepassen van deze tips. Maar goed, dit is het einde van deze video. Laat een blauw duimpje achter als je de video leuk vond, er wat aan gehad hebt. En als je de kwaliteit top vond, laat even weten gewoon in de reacties wat jullie van de kwaliteit vonden. Hey, zie je echt verschil of zit er meer tussen mijn oren? Laat het gewoon weten. Kijk hem in 4K als je gewoon zin hebt. Want 4K is gewoon een stuk beter om naar te kijken. En het komt gewoon een stuk professioneler over. Dus kijk gewoon lekker in 4K. Maar goed, abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En dames en heren, ik zie jullie volgende week.